Hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben wakker geworden in België. Ik ben weer even mijn tas aan het inpakken. We hebben hier al ontbeten. En het is inmiddels al zo'n... Het is ongeveer 4 uur denk ik of zo. En we gaan zo weer vertrekken naar Nederland. Want we moeten daar nog een paar dingen doen. Dus ik ben even weer mijn tas aan het inpakken. En we gaan het klaarmaken om weer te vertrekken naar Nederland. Dat is het eigenlijk een beetje... Zo, ik heb mijn oorbellen in. Ik moet trouwens snel naar huis, want ik moet iets ophalen voor een campagne. Ik heb even de concealer opgedaan. Nee, maar ik moet dus best wel vroeg naar huis, want ik moet iets ophalen voor een campagne. En ik ben echt zo blij met deze campagne. Want het gaat dus om een product die ik al een tijdje geleden zelf heb aangeschaft. En waar ik echt zo tevreden mee ben. En toen ben ik dus benaderd door... het merk om te gaan samenwerken. Dus daar ben ik echt zo blij mee. Ik vind het altijd zo tof als je door merken wordt benaderd die je zelf echt gewoon ook zo tof vindt. Niet dat ik samenwerk met merken die ik niet tof vind. Maar het is ook gewoon leuk. Het is een soort voor, ja, het is een soort van erkenning van wat je doet. En ik merk gewoon dat er echt zoveel leukere dingen op mijn pad komen. Nu ik gewoon iets vaker te vinden ben op social media. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Zo, wat een beetje concealer kan doen, jongens. Ik denk dat ik ook niet meer op ga doen dan dit. Gewoon concealer. Een beetje afpoederen. Nog met de laatste restjes van Laura Mercier. Want mijn setting powder van Kylie Cosmetics komt bijna binnen. Ik ben trouwens echt heel erg wit. Maar voordat ik op vakantie ga, ga ik nog één keer naar de zonnebank. Niet naar mijn gezicht, want daar ben ik echt mee gestopt. Alleen mijn lichaam. En daarna doe ik bruiningscreme op. Dus dan ga ik lekker... getent op vakantie. Maar voor nu even lekker bleek nog. Dat is nog één van mijn lievelingspoeders van Laura Mercier. Ik ben zo benieuwd naar die van Kylie. Echt, oh, ik ben echt zo benieuwd hoe die is. Ik heb er twee varianten van gekocht. Een roze voor de lichte huid en de translucent. Dus ik ben heel erg benieuwd. Een glossje van NYX in de kleur Tiramisu. Deze heb ik gekregen van S. Ik ben hier echt heel erg blij mee. En zij zei dat deze kleur mij heel erg mooi zou staan. Dus ik vertrouw haar daarop. En ik doe een heel dun laagje erop. Ik hou niet van een heel dikke glosslaag. Zo. Dan heb je dit. Oh. Ik ben echt zo blij dat ik van tevoren de wasjes al heb gesorteerd. En zo dat ik dat niet meer hoef te doen. Dan kan ik gewoon gelijk starten daarmee. Laatst is een pyjama gehad van de Primark en dat is een maatje S en kijk hoe groot die is voor mij. Dit is gewoon een maatje S. Zo, volgens mij heb ik nu alles erin zitten wat erin moet. Nou, deze sokken gaan ook mee. Net vertrokken van mijn schoonouders. Het was echt super gezellig. Ik heb echt gisternacht zo hard gelachen en zoveel gedanst. Ik heb lang niet meer zoveel gedanst op Arabisch muziek. We zijn helemaal losgegaan. Je spoorde echt niet, hoor. Ja, en deswegen... Heb je je vlog al geopend? Ja, vanochtend toen ik boven was. Toen ik zonder mij? Tas aan het inpakken was. Je was met je ouders bezig. In gesprek en zo. Wij gaan nu lekker richting huis. Ik heb trouwens mijn eerste afspraak gemist. Ik zei jullie dat ik een product moest ophalen voor mijn campagne, maar dat heb ik dus al gemist, helaas. Maar ik moet nu wel heel nodig naar huis, want ik moet mijn vlog nog editen voor vanavond, anders komt hij weer niet op tijd online. Dus we moesten sowieso wel weggaan. Ja, ik denk dat we onderweg nog even iets lekkers gaan eten en dat ik daarna gewoon die hard ga editen. We zijn lekker gestopt voor een snackje! Wat dag is het vandaag? Het is vandaag vrijdag. Besef, het is vrijdag. Mm-hmm. Vroeger stonden wij hier op deze busplein. Vrijdag te chillen en zo. Kijk, ik zie niemand meer, man. Na school toch? Vrijdag, man. Hij is dood hier, man. Nou ja, waarom zeg je dat dan? Hoe moet ik lachen?
Nessie was dus zogenaamd op dieet. Ik heb trouwens geen snackje kunnen vinden voor mezelf. Echt heel zielig. Maar Nessie natuurlijk wel. Nessie was lekker een broodje aan het eten. En Nessie heeft een donut. Terwijl die dus laat mij de schuld gaf van het feit dat hij dikker is geworden. Sorry elke hoor. Vlog, ja? Ben ik aan het eten als een dier. Ja, maar jij eet ook als een dier. Oh, ik ga even kijken of ik donuts heb gehaald. Volgens mij is die echt... Hazelnoot chocola. Oh my god, ik heb die. Ik ga even ruiken. Deze. Ik koop altijd jouw favoriet. Dit is mijn favoriet niet. Oh, nou. Oh, dat is wel lekker. Oh, die geur alleen al. Heb je dat ook als je op dieet bent, dat je gewoon aan dingen gaat ruiken gewoon? Mm, dit ruikt echt als een 10. Ik kan film maar, film maar. Wacht maar, ik wil het jou geven. Nee, je hoeft het mij niet te geven. Ik ben aan het rijden. Oh, dit is zo spannend. Mm. En? Zo lekker. Oh. Oh, ik kan hier zoveel genieten. Maar hazelnoot is best wel gezond, toch? Oh, lekker hoor. Oh, zo lekker is dit. Wij zijn net thuis, we zijn even de katjes aan het knuffelen. Ik moet echt heel snel gaan editen, want ik heb nog maar een half uur en dan is het 8 uur. Het is echt zo snel donker geworden buiten. Ik ga editen. Oh, zo lief. Oh, even mijn katjes. Hi, mijn lieve. Ik heb jou gemist. Kijk eens waar haar staat. Kijk waar ze staat. Wat doet ze? Lekker. Oh, lekker. En waar is die ander? Hi! Jij hebt op de wc gezeten. Ik heb het gezien. De deur was open. En jullie voeren is op. Zo zielig. Hoe lief. Nee, ze is aan het editen. En Lira probeert hem even een handje te geven. Kijk. Wat ben je toch een schattigheid. Zo. Oh. Zo lief. Zo, ik ben klaar met vloggen. Het is nu 7:45. Ik heb het echt super snel gedaan voor een keer. Normaal gesproken doe ik er wel wat langer over. Gelukkig was het niet zo'n heel lange vlog. Hij was wel lang, maar gewoon eigenlijk wel makkelijk om te editen. Dat is wel chill altijd. Ik ga nu eigenlijk even snel koken. En Nessie had heel erg veel zin in pasta. En dat is echt voor mij super makkelijk om te maken. Oké, wij zijn hier van plannen. Ik ga zo samen met Nessie even de was toch wel wegbrengen. Ik ga alleen thuis één wasje draaien met ondergoed en dat soort dingen, weet je wel. Dat wil ik liever niet naar wasseret brengen. Maar de rest moet echt langs wasseret voordat we op vakantie gaan, want anders heb ik echt 6 in mijn hoofd. En ja, dat vind ik gewoon chill. Dat gaan wij nu even doen. Daarna gaan we langs de Happy Italy. Ik ga toch niet koken, gaan we even snel pasta voor Nessie halen en een slaatje voor mij. En dan kunnen we het gewoon lekker rustig aandoen. Hebben we geen stress. Toch, Nes? Ja. En kijk, die zie je liggen. Oh. Ligt niet, ze zit. Waarom zit je zo raar? Oké, plannen zijn gewijzigd. Wij gaan bij Durum even eten. Lekker hoor. Met ons weet je het echt nooit. Wij zijn bij Evi Durum en Nesme zit in het toilet. Ik heb even een bestelling gedaan. We hebben een hele grote bestelling gedaan. En ik heb een kapsalon besteld zonder friet. Omdat het kan en omdat het mag. Is het leuk op de wc? Of plast. Wat wil je beslissen met mij? Laten we even samen beslissen wat mijn nieuwe haarstijl moet worden. Was dat echt een serieuze vraag? Ja. Ik mis hem dan. Oh. En het is mijn kapsalon. Ik heb hier echt veel zin in. Wij moesten dus net stoppen van de politie. En ze moest dus blazen. Dat is eigenlijk een alcoholtest. Alcoholcontrole om 9 uur 's avonds. Ik weet niet wie er zo alcohol vroeg, slaat. Vroeg, ja. Ik vind wel een beetje vroeg voor een alcoholcontrole. Voor een alcoholist. Jezus man. Maar goed, Nessie moest dus een test doen. En toen zei Nessie, ja, ik heb wel veel knoflook gegeten hoor. Vindt u dat echt? Ja, ik moest echt lachen. Maar ik vind het echt zo dom. Het is vrijdagavond, dat snap ik nog wel. Maar het is fucking 9 uur. En vroeg. Kom op, we zijn er wel een beetje vroeg bij. We zijn net thuis gekomen en toen ben ik daarna gelijk gaan douchen. Ik voelde me echt zo vies. Ik ben echt misselijk van het eten vandaag. Ik ga even mijn lippen invetten en daarna ga ik beginnen met de wasjes. Jij bent natuurlijk wassen gebracht naar de wasseret. Maar ik heb hier nog ondergoed liggen en handdoeken. Die ga ik zelf even wassen. En dan ga ik lekker een theetje zetten en dan ga ik op de bank. En
Oh mijn god, ik ga starten met het tweede seizoen van Queen of South. Nog zo lang geleden dat ik dat had gezien. Echt de beste serie ever gewoon. Oh, ik heb net de eerste was gedaan. Ik moet nog even een tweede was doen, want ik heb nog witte was die ik moet doen. Ik ga nu even op de bank liggen, want ik ben echt zo moe. Gewoon van die hele tijd, van het hele tijd in de auto zitten naar Stessie. Van België naar hier en zo, daar word ik echt heel erg moe van. Ik heb echt liever dat ik zelf ga rijden dan dat ik ernaast ga zitten. Want nu ben ik echt gewoon helemaal op. En hij is nu aan het trainen. Ik heb daar niet eens puff voor. Mocht ik verder niet vloggen, dan is dit het einde van de vlog. Ik hoop dat je deze vlog leuk vindt en ik zie jullie morgen weer.